Dan is er toch dat buurmeester moment en het Maxime Dekker moment. Dan mogen zij alsnog in de ploeg komen. Gaan zij toch hun minuten maken. Waar Milos Kerkes, een van de twee, is die naar de kant gaat. Hij dus die ineens moet spelen omdat Owen Wijndal geblesseerd raakte en in de play-offs niet kon spelen. Dekker voor hem. Ja, Maxime, je kreeg net de debuutbal van Pascal Jansen uitgereikt. Een mooi moment, denk ik. Ja, zeker. Was natuurlijk vorig jaar in de laatste wedstrijd. En toen waren we ook natuurlijk door in Europa. Dus ja, extra mooi moment, ja. Inderdaad, een dubbel moment. Maar voor jou natuurlijk, je hebt de jeugdopleiding doorlopen. Daar werk je natuurlijk toe naar dat debuut in het AFAS-stadion. Dat is dan eigenlijk zo. Hoe was het voor je? Ja, gewoon een heel mooi moment natuurlijk. Daar werk je lang voor. Ik 6 jaar nu in de opleiding. En dat het dan vorig jaar zo mocht zijn, dat was erg mooi, ja. Dus dan mee aan het warm lopen en dan zie je op een gegeven moment trainer roepen. Maxime, kom maar. Wat dacht je toen? Ja, gewoon heel veel zin. Ja, gewoon zin om erin te komen. En dan speel je zo'n wedstrijd. Hoeveel minuten kreeg je ongeveer? Dat weet ik niet meer. Volgens mij met extra tijd 3-4 minuten of zo. Dus het was niet heel lang, maar een mooi moment. Ben je dan met je spel bezig of ben je gewoon bezig met lekker genieten? Ja, tuurlijk. Als je erin komt, dan wil je het wel zo goed mogelijk doen. Maar ik denk dat ik 2 keer de bal had. Maar het was vooral een heel mooi moment. Dit seizoen zit je voor het eerst bij de A-selectie. Je speelt ook wedstrijden natuurlijk met Jong AZ. Hoe is die rol voor je? Ja, ik denk dat ik nu... iedere keer heb ik op de bank gezeten bij het eerste. Dus dat is mooi. En het is natuurlijk ook goed voor mij om gewoon minuten te maken. Want in het eerste, op dit moment speel ik nog niet. Dus om dan in Jong te spelen is extra lekker. En het is denk ik een hele mooie competitie met goede tegenstanders dit jaar. Het is natuurlijk ook zo, je hebt je al gelijk laten zien, want je maakte het eerste doelpunt dit seizoen voor Jong AZ. Kan je nog eens vertellen hoe die ook weer ging? Ja, het was een corner volgens mij van Lewis en die kwam bij de tweede paal. En toen in eerste instantie kopte ik de bal, die werd nog van de lijn gehaald, maar toen kwam hij weer van mijn voet en toen schoot ik hem met mijn voeten binnen. Ook een mooi moment denk ik? Ja, zeker. Het is natuurlijk, je komt terug van 1 en dan wil je gewoon belangrijk zijn voor het team en een belangrijke rol hebben. En als je dan als centrale verdediger ook nog een goal kan maken, dan is dat extra mooi. Wat is je doel voor dit jaar? Gewoon heel veel spelen in Jong, mezelf laten zien. En hopelijk een paar invalbeurten en ook wat meer minuten in het eerste uiteindelijk.